Yo mensen van GamerDip.nl, welkom bij een nieuwe serie. Een hele unieke. We weten nog niet hoe het heet. En voordat we het zeggen, nee, het is geen Kingdom. Het is een soort van, maar we gaan het zo min mogelijk op elkaar lijken. De Empire One, maar die gaan we nooit echt gebruiken per se. Dat doen we eigenlijk off-screen. Ja, gewoon als we tegen elkaar willen vechten of shit. We hebben heel veel leuke dingen. We gaan een soort beginnen met iets van landen. Het is een soort kingdom, maar geen kingdom. Doe maar rustig, we gaan het een soort anders doen. Ja, we gaan tenminste... Mag ik al zeggen wat het anders is? Of, Ja, verdomme. Nou ja, we gaan inderdaad wel bondgenoten doen en shit en dat. Maar wij gaan... Ik kan ook zijn shield doen, hè. Maar wij gaan ook... Nee, maar wij gaan ook andere soorten gebouwen doen. Wij gaan wat realistischer doen. Nou ja, wat moderner. Nee, zeg maar. Dat doet u niet. Nee. Ik weeg het. Nou ja, mijn kingdom is... kingdom. Mijn dorp. Mijn rijk. Ik noem mijn ding nog eigenlijk een stad. Een stad, ja. Mijn stad is niet. Ik heb nog geen eens huizen, maar dat komt nog binnenkort. Het wordt een hele unieke serie, want... Oh, de muziek staat een beetje hard. Die van mij is gemaakt bij een village, maar er staan wel twee unieke gebouwen bij, die heb ik erbij gebouwd. En ik ben super secret settings, hoe vet is dat? Oh mijn god, ik ga even aandoen, wat heb ik? Ik doe er een random eentje. Oh, ik heb eentje, de gamekanaal kwaliteit heb ik nu. Hoe doe je dat ook weer uit? Oh wow, wat is dit voor een raar eentje. Weet je Er was eentje die vond ik altijd super cool. En dat was inderdaad dat je muis dan heel erg raar deed. Oh, deze vind ik vet. Dit is zo. Ja, deze. Dit is HD of zo. Heel vreemd. Ik heb er eentje, deze vond ik heel groot. En als je dan je muis weegt, die allemaal echte images. Die vond ik zo cool. Maar hoe zet je hem ook er weer uit? Wauw, je ziet gewoon echt de F5 moest je doen. Bij deze zie je echt de pixels gewoon. Ja, je moet F5 doen als je hem weg wilt. Maar mijn trouwens, jouw ogen zijn een Tropia logo. Oh lol. Mijn slash dorp is die kant op daar. Ja, wij worden waarschijnlijk wel botgenoten. We weten het nog niet. Ja. Hé Erik-Jan, we weten het nog niet. Nee. Kan allemaal veranderen. We weten nog niet over hoeveel mensen het komen. We komen wel mensen vast. Als je wil meedoen en je kijkt hoeveel de video, zeg het. We gaan kijken. Want het wordt nog niet echt een officieel. We weten ook nog niet of het allemaal gaat werken. Maar het wordt niet per se Kingdom dat... Het wordt... Ja... Wat is het verschil, Erik-Jan NL? Kom maar hier, Erik-Jan NL. Nou ja, het is geen roleplay. Misschien... Ja, misschien later. Misschien later. En wij gaan... Ik denk dat het belangrijkste is... Wij gaan een hele andere soort gebouwen maken. Wij gaan niet dat... Ouderwets. Echt van... dat je koning bent of zo. Zoiets. Ja, wel dat je koning bent. In ieder geval, ik word geen koning, ik heb wel een land. Ik ben de heerser van het land, maar ik ga mezelf wel een bijnaam geven en dan geen koning. We gaan warpen, want we hebben warp gemaakt. Ja, we gaan eerst naar jou, hè? Want ik heb hem nog niet gezien. Maar wij gaan niet negeren mensen, dit is wel gebaseerd op Kingdom. We gaan niet negeren. Dit zijn de twee warps, dit is Manius en Mevana. Manius is van mij en Mevana is van Rick. Ja, we gaan dus naar Mevana. En we gaan nu kijken wat... Oh, dat heb ik toch helemaal niet. Ja, hoe vind je de paden? Kijk, die paden, ik ben er zo trots op. Ik ben gewoon zo trots op die paden gewoon. Ja, sloop alles, bitch. Hoe vind je? Ik heb het niet. Ik vind het wel ziek. Ik ben zo trots op die paden. Daarom zeg ik ook van, als ik ergens van kan opscheppen, zijn het de paden. Ah. Ja, en ja. Dat zou je niet zien in Kingdom. Mijn origin, dat ik bij Mevana ben, is... Hier zit een mesa. Hier. En hier is een savanna. Dus het is van mesa en savanna van... Of vanna van savanna. Ja. Dus. We gaan... dit is het dus. Ik heb dus even nu dit gemaakt. We gaan een soort... Wat gaan we doen? Want Erik-Jan, jij gaat het toch ook uploaden binnenkort? Ja. Het wordt een soort showcase. En als jullie dat willen zien, aflevering 1 is met mij. Dan gaan we ook weer gewoon dezelfde doen eigenlijk. Gaan we gewoon alle landen laten zien. Dus we hebben nu dit. Dit is hier van mijn land. Ik ga hier nog huizen bouwen. Ik zat te denken aan eerst wegen bouwen, daarna huizen. Dan heb ik genoeg plek.
Dit is alleen een klein probleempje, want hier moet wel een paar kleine huisjes. Maar ik ben best wel trots op dit, ik weet niet waarom. En ik vind het een leuke spawnplek. En ja, we gaan een soort, hoe heet dat? Hoe gaan we, hoe noemen we dat nou? Ik kan hem helpen. I don't know. Een soort tour? Dat we telkens iets bouwen offscreen en dan laten we het onscreen weer zien. Ja, net zoals mijn oude Erik Jan Games video's. Ja, hoe noemen ze dat? Soort van jouw wereld, ja. Hoe noem je dat? Showcase. Ja, updates. Gewoon ik het updates. Ja, zulke updates. En als er iets speciaals is, dan gaan we het ook filmen. En Erika gaat ook filmen. In ieder geval genoeg filmen. Hoop ik. Ja. Gaan we dat morgen doen, Erika? Dat kan wel, ja. Dan gaan we morgen eventjes dat ook doen. Ik ga deze zo snel mogelijk uploaden. Het is voor mij nu 10 uur. Voor mij ook. 8 september. Ja. What the fuck, het is geen Doctor Who. Het kan niet zijn dat opeens bij jou 2 uur is of zo. Nee, maar... Ja, lava. Misschien kun je daar wel mee doen. Dan gaan we ook... Ik ga daar denk ik... Wacht even. Ik ga even slash home en dan gaan we coördinaten en dan gaan we vliegen daarin. Is dat niet leuk? Oh ja, goed. Slash work. Slash home. Pak ik even die coördinaten. We gaan ook binnenkort paden maken er naartoe en borders. En misschien ook nog een world map. En ik denk dat ik bij dat lava, je weet wel. En we hebben ook speciale namen. Oh, jij hebt min. Oh, je bent fucking ver weg van mij. Ja, min 4000 en dan plus 5000. Dus dat is niet zo heel ver hoor, dat valt mee. Dat doen we. Ik ga vast op weg dan. Ja, maar ik bij dit lava. Village! The village! Lol. Nou, ik kan meerdere steden maken. In ieder geval, bij dit lava ga ik denk ik een smid bouwen. Oké, Jan Smit, oké. Het is een smid, even kijken wat heeft die smid. Nou, alsnog hebben zij creëren van, ik was nog weten wat hij waar moeten heeft. We heen? Even kijken. We moeten hierheen, oké. Ben je wel goed gegaan? Ik ga omhoog, nu ga ik goed. En ik kreeg veel gelijk toe. Zijn stappen reu? Mag ik daar, wacht, ik ga nu richting, maar ik zie die stad niet hoor. Waar is die stad dan? Ja, hier. Ik wil die stad best wel claimen, to be honest. Ga eens links, ja, ik ben nu ver weg aan TP bij joh. Nee, ik wil het eventjes zelf. Maar waar ben jij? Je bent helemaal weggevlogen. Ja, duh. Je was bij dat zand. Je moest bij het begin van de woestijn moest je terug. Oké, ik kom heel weer terug. Even geduld. En we nemen natuurlijk wel meerdere steden. I'm not dumb. Ja. Oké, ik zag jou. Oh, daar vlammen en bijwan vallen. En... Okay. Gewoon, het is voor mij zeker, ik vind het gewoon leuk om te zeggen. Ja, hey, village. Nice. Oké, mag ik hier eventjes een tweede warp neerzetten voor mij? Ja. Mevana 2 noem ik hem, oké? Ja, is goed. Dan laten we die ook dan zien in jouw showcase, denk ik. Welkom in Mevana 2. Work in progress. Zo. Want ik ga hem echt niet Mevana 2 noemen hoor. Het wordt een Mevana 2 noemen. Hè? Okay. Nou, dit is wel een leuk stadje. Ik ga die goodies hier uit die blacksmith, dat doe ik later wel. Oké, nou ja, we gaan nu even terug. We gaan weer naar mijn. Het is niet zo ver hoor, dat valt mee. Want we kunnen ook gewoon een minecart doen hè. Nee. Als je zo bij de King kijkt, ja, ik weet het. Waarschijnlijk zeg je weer Ribhof, nee. Maar bijvoorbeeld, ik keek een Atla livestream. En dan doen ze echt een half uur erover om naar Jenava te gaan of zo. Ja, als het goed is, ga ik gewoon goed. Kijk, 14 en een beetje hieruit. Ik ga te snel de Twitch inladen. Ja, bij mij ook. Ik wacht wel even tot het klaar is. Deep Ocean. Deep Ocean. Ik ben in de Extreme Hills, maar ik zie als ik nu onder kijk het later al, zie ik Desert. En ik heb een soort idee. Zullen we ook een soort land maken dat wij samen claimen? Ja, vind ik goed. Oh, dit is best wel ver, maar dat boeien. Kijk, laat u in.
dun, 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 dun. Nou, ik doe gewoon warp. Wat is dit voor zo'n... Ja, zo. Voor mij als ik Manius doe, of hoe was het? Warp. Warp. Zo, werk, bitch. Hij laat niet meer. Hij doet niet meer. Lag. Ik ga gewoon slash... Oh nee, we gaan... Oh, ik ga. Oké, okay. Slash warp. Oh, hij moet alles inladen. Ik weet het. Als ik nou gewoon manisch doe, zonder dat ding. The barb does not assist. Oh, for fuck's sake. Oké, okay, doen we het zo. Oh, nee. Ja, oké, bij mij is het ingeladen. Ik ben thuis nu. Wacht, ik snap iets niet. Links bovenin, onder escape, zit dat knopje. Waarom heb je die? Oké, daar gaan we dus. Ik heb het ook niet zoveel verder gezien. Ik ben er wel geweest. Irrigan spant in een village, zoals jullie zien. Ja. En dit is waar hij trots op is. En ik vind het ook wel echt een heel cool gebouw, to be honest. Alleen, het is... Het wordt geüpgraded, doe maar rustig. Dit? Tuurlijk, kom op. Als je later een kingdom bent en je komt hier en je hebt gelijk de troon. Ja. Ik vind het wel een hele coole gebouw van jou. Echt heel cool. Ik vind deze troon heel mooi. Boom, boom, boom. Stomme troon. Ik haat jou. Oh, dat ziet er best wel cool uit. Als je daar zo op zit en dan die particles erbij. Dat ziet er best wel cool uit. En die beakers vind ik ook cool. Alleen... En dan nu, dit is gewoon de normale village. Maar hier is mijn eerste van mijn eigen huizen. Waar ben je? Kan je die niet... Wacht, Erik-Jan. Ja. Kan je niet voor zorgen dat je beacons onder de grond doet? Dat ze dat. Want voor mij gaan ze wel door blokken heen. Dan kan je gewoon die stralen gewoon zo. Voor mij werkt dat. Ja. Even testen hoor. Nou, dan mag je wel testen hoor. Oh, geen idee. Nee. Dan doe je gewoon glass panes, boeien. Oké, en dit is. Okay. Dit is dus de stad. Gewoon een typisch stadje. Dat wordt veranderd door mensen, doe maar rustig. Ik zie trouwens dat ik kobbel heb gebruikt. Dat is best wel nice. En wow, je hebt echt fucking goed in bouwen met van die huisjes. Ik kan dat echt nooit gewoon. Alleen, ja, mag ik één ding veranderen met jouw kingdom? Dat is gewoon onverhaal. Dat is echt gewoon iets heel simpels hoor. Ik zie een foutje. Zo, okay. Gefixt. Mag ik iets heel simpels doen? Oh ja. Niet zo connect is. En hier zie je dat ik hier al bezig ben. Oh ja. Gewoon simpel hoor. Ik vind het een beetje irriterend. Ik weet niet wat dit is. Ja, ik weet het. Het irriteert mij heel erg. Ja, mij ook. Maar ik kan het niet fixen. Slap. Kut, nu heb je dit helemaal verneukt. Ik had zo lang over gedaan dat dit... Maak gewoon een slap. Oh. Is goed. Oh, zo. Oh, ja. Ja, oké. Eet dit ook rot, maar... Het is ook rot dat er 100.000 filmpjes hier zitten. Nou, ik vind het best wel een cool huisje. Ja, yeah. En kom maar mee, alvast sneepy. Kijk hier dit pad hier. Ja, ik wil hier zo'n modern stalhuis maken. Ik ben er al begonnen met een pad. Ik wil ook een haven maken naar ons twee toe. Dat we gewoon van die paaltjes bijzetten van. Ja, dat is geen haven, maar dat wil ik ook nog wel maken, ja. Maar we hebben zoveel projecten, mensen. Het is een soort Flatland Village. Wat, ik weet nog niet of dat nog terugkomt trouwens. Ik ben een beetje aan het twijfelen. Want ik heb heel veel afleveringen om... andere computer staan, maar mijn computer die is heel irritant aan het doen, dus ik denk dat ik die vast moet verwijderen. Dus ik twijfel, ik ga gewoon zoveel mogelijk proberen. Dit is dus zijn kingdom. Ja, voor ons progressie denk ik dat Erik-Jan net wat verder is, maar... Verder, het is wel nice. Ja, denk het wel. Je hebt al een huis en zo. Ik heb alleen straten en... Ja, ik heb allemaal zo'n troonding. Maar ja, je hebt langer de tijd gehad, hè? Nee, maar ik vind het best wel vet. Ik ben vanmiddag al bezig geweest, inderdaad, ja. Ik denk dat ik dit als screenshot ga doen. Als je dat... Mag dat? Wat? Mijn huis? Nee, deze... De troonzaal. Ja. Ja, ik heb ook screenshotten. Ik vind het makkelijk. Wil je erop zitten? Ja hoor. Zo heb ik echt een perfecte view. Klein je paparazzi. Ik kan gewoon staan. Oh, de M. Crouch. Oké. Crouch. Oké, even kijken. Hi.
Ja, oké. Okay. Ja, ik heb hem hoor. Even kijken. Okay. Wil ik ook een cafeetje maken met. Wat zou jij hebben gedaan als ik als troll gewoon //ZRD en dan zei van oeps, ik heb iets kapot gemaakt? Wat zou je dan doen? Dan zou ik boos worden. Ik heb hier op zich best lang over gedaan over de storen. Je kan het gewoon enduwen hoor, doe maar rustig. Nou, maar ik had het dus toch best wel een tijdje over gedaan. Screenshot. En screenshot van de kandelaar die ik boven heb. Heb je die al gezien? Ja, dat heb je wel gezien. Ja, toch? Die heb ik ook gezien. Oh, wat zeg ik? Oh, ik heb PT. Ik heb PT op mijn duimpje zorg gaan. PT, even weghalen. En ja. We gaan dus in deze... Oh, nee, weg. Maar dood. We gaan een kwartier lang. We gaan ik weet niet wat we verder gaan doen. Ik denk dat ik eventjes een stadsnaam ga verzinnen voor mijn tweede. Warp. Ik ga beginnen met mijn eerste moderne huis. Dat warp does not exist. Oh ja, ik moet nog een warp neerzetten. Warp van Wacht. Shit, waar was hij ook alweer? Nou, ik ga gewoon ergens naartoe. Ga ik even... Eventjes... Ik ga gewoon dat warp huisje ga ik gewoon even kopiëren. En ja. Een moderne huis heeft al vaak zo'n titel. En wij gaan hier best wel lang mee bezig, denk ik. Aptik apti chingi. Hé, hey, is dit een village al? Of is dit nog een village? Oh, vlieg je nu? Voor mij heb ik nog een village. Ja. Voor mij heb ik twee villages bij elkaar. Eentje heb ik heel dicht bij de hoofdstad. Nou, claim jij die maar. Wil jij die hebben? Ik kan. Kom eens even bij mij. Hij is letterlijk aan de andere kant van de berg van mijn andere stad. Oh. Oh, je bent in het huis. Oh. Oh, super RT heb ik gedaan. Oh. Oh. Kijk, volg mij eens. Ja, ik volg hem. Waar ben je? Oké. Wacht, ja, ik zie jou. Kom hier. Oh nee, je bent er niet. Oh, dat is jouw dorp. Ik dacht dat het een village, maar dat was gewoon jouw dorp. Jouw stad. Waar is nou mijn dorp? Ik kan het niet meer vinden. Hier is jouw stad, hier. Ach, ik ga even kijken. Je was er redelijk dichtbij. Was het dezelfde village en dat je gewoon een rondje hebt? Nee, want voor mij, ik zie, deze is sowieso veel anders volgens mij. Ik zal even kijken bij de blacksmith, maar voor mij is dit anders. Is het? Ik hoop dat die tenminste anders is. Vast niet. Dit is dezelfde. Ja, damn it. Nou, ik zet hier even een warp. Nou ja, ik ga weer slashback. Nee, je bent stom. Oh, en neem mij dan de luus. //. Daar zijn we aan het men. Ja, we hebben World Edit, gaan we heel veel mee klooien. Oh ja, natuurlijk! Ik kan wel een paar van de juistjes kopiëren van mij. Dat is wel handig. Slash home. Ja. Ik doe gewoon slash home hoor. Ik doe slash D. En je paste het at. Ja, dat hoor ik, maar gewoon. Ik heb het aan. Let's paste! Waarom doen die het niet? Ik ga gewoon eventjes. Ik zet hier even snel warp neer. Warp. Nee, dat doe ik nog niet. Set warp is dat, Hans? Set warp. Ah. Kan je ook warp deleten? Nee. Ja, dat kan warp. Wel. Mee van, hè? Dus de slash delete warp kan. De slash delete warp? Ik denk dat dat kan. Oh, oh. Oké, Erik, wil je even tp'en? Even? Ik denk van, what the fuck, waarom doet hij het niet? Maar ik snap nou waarom hij het niet doet. Moet je even tp'en? Tpr? Ja. Woo! Zo. Niks gebeurd. Oh, trouwens, we hebben ook dit nickname. Ja, we gaan proberen andere nicknames te doen. En ja, ik heet Manius. Weet ik, I know. Maar zo spreek ik het uit en er was een glitch. Ik kan niet schuin de streepje E. Dus ik wil niet dat mensen het verkeerd gaan uitspreken. Dus ik heet Manius. Warp A. Ik heb hem letterlijk gewoon A genoemd. //. /warp. Ja, staat hier een mooi /. Warps A.
Nanius en Mavanda. Ik vind het goede namen trouwens ook wel. Beest! Waarom de... De mega's weg uit mijn trouwens al. Yes, bitch. I asked to just build it. Slash undo. Oh, trouwens, we spelen op 1.8.8. Ik denk dat je zegt... Warp mee van... Dan zitten we zeker 20 huizen op elkaar. Nee, geen eens. Valt ook weer mee. Nou, ik ga dat wel fixen. Ik ga even warp even veranderen. Doe ik even warp A. Oh, hier is... What the fuck is dit nou weer? Nou zitten ze hier. Slash, undo. Nou zit er gewoon mijn warp huisje onder de grond. In een cave. Lol. Lol. Slash. Paste. Oh, yeah. En ik moet even zo is... werken. Oh, nou, zit niet echt heel veel verkeerd op zich. Oeh, heel dichtbij. Kijk eens aan. En dan even 1/undo. En als het goed is... Is hier 1 te laag. Oké, slash, paste. Undo. Paste. En... Hij vliegt eentje. Wacht. Ja, nou zit hij in een farm. Fantastisch. Echt waar. Lol. Oh, ik heb deze iets met slash undo. Uh-oh. Oké, is goed. Staat hij nu goed? Ja, hij staat eindelijk goed. Zo, doe maar. Zo. Slash. Replace. Of slash. Hoe deed ik dat nou? Oh ja, slash. Set stone bricks. Hop, guy. Ook klaar. Slash. Warp. Warp delete. Ah? Hoe doe je dat? Wat? Slash delete warp. Warp, delete. Help, kan je even kijken? Kijk eventjes hoe dat doet. Slash, warp. Del warp. Ah. Oké, okay, thanks. Slash set warp. Mee van... Het huis staat op... Het huis waar ik nu aan het maken ben trouwens staat in het water. Dat vind ik wel nice. 2. Ik denk dat een van de beste huizen kan worden. Slash warp. Wat? Nee, niet Mevanna. Mevanna 2. Ik ga een kelder maken. Anders is het, vind ik de onderkant zo leeg. Oh. Waar? Ja. Waar zit mijn... Waar ligt mijn... land? What do you mean? Nee, je land krijg je, ja? Slash, TP. No. Ik weet nog dat het iets met 5000 was. 4400. Wat bedoel je nou weer? Slash tp... Oh, ik snap het al. Hij is daar. Nee, ik bedoel... 505. Bam, jong. Ik bedoel. Oké, dan moet hij even 2 uur erover doen voordat ik eindelijk... Oké, en dan moet ik nog naar beneden vallen. Als het goed is, land ik goed. Voor mij was het hier ergens. Nee. Ik land in een fucking forest. Dan was het... 4... Nee, het was min. Min nog wat, toch? Ja, min 5000 of zoiets, ja. En dan min 5000, 5000, toch? Nee, voor mij was het min 4400. Oh. Dacht ik. Ja, oh, ik ben er weer. Yes, wat een oplucht. Hey, great. Kelder aan het maken, anders vind ik de onderkant van mijn slash van dit huis zo leeg. Del warp mevana slash set warp mevana slash warp
Oké, perfect. Dus zo heb ik nu 2 steden. My second city has been set. Near me, daar ben ik echt blij mee dat er een felicie dichtbij zit. Nou, wij gaan weer verder. Hopelijk vond je het leuk. Door lekker beneden. Doei.